En dan nu... Hallo kijkers. Wie niet sterk is, moet slim zijn. En dus ging ik ooit op judo en leerde daar ook dat je door mee kunt geven, kunt overwinnen in een vloeiende beweging. De dennenboom buigt door onder de steeds meer vallende sneeuw totdat hij zo schuin hangt dat de sneeuw eraf valt. De boom geeft mee en de boom wint. Er gaat bezuinigd worden op de zorg in dit land. En dat is een slechte zaak. Wat is er nou goed aan om iemand die 2 uurtjes dagopvang heeft in de week daarop te korten? De dames en heren bestuurders en ambtenaren die over deze beslissing gaan, bezuinigen niet op zichzelf. Zo laf zijn ze wel. Wat kunt u nu straks doen als u geen geld meer over heeft voor een kopje koffie? Heel makkelijk. U maakt een afspraak met de burgemeester of met een van de wethouders. Er zijn er 6 in deze stad, dus u kunt elke dag wel met iemand anders een afspraak maken. In dat gesprek kunt u uitleggen wat er onterecht is aan de bezuinigingen waar u mee te maken heeft. En tegelijkertijd krijgt u, omdat de burgemeester en de wethouders allemaal een secretaresse hebben die voor ze zorgt, een kopje koffie, thee of chocomel aangeboden. Met een beetje geluk krijgt u er een koekje bij. Weet u niet meer wat u kunt doen omdat uw zorg wegbezuinigd wordt? Stuur dan eens een e-mail of een briefje naar leukedingenvoordemensen@jacksplinter.nl en ik ga kijken of ik voor u een vrolijke oplossing kan bedenken. Bedankt voor het kijken, doe de burgemeester en de wethouders de groeten. En tot de volgende week.